Hé mensen, Mark hier en welkom bij een nieuwe video waarin ik weer gesoft bent. Bent gesoft bent, ben door EA want World Cup swaps. Dat is weer gaande. Dus fijn dat jullie weer zijn. Kijk. We hebben weer heel wat nieuwe dingen. Wat eigenlijk het fijne is, is dat je kan nu zorgen dat je VRA af kunt maken als je dat nog niet gedaan had. Want we hebben een nieuwe set swapstokens. Uh, ik heb er vier gedaan. Ik probeer eerst altijd de vervelende landen te doen, zodat je het fijnere overhoudt. Maar ik was twee van de zes winst binnen met Servje en toen werd ik softband, Dus <laughs> Dan moet ik weer even wachten en dat duurt waarschijnlijk weer 24 uur. Of in ieder geval, de vorige keer duurde het ongeveer 24 uur. Het ding is alleen dat ik weet niet of je tijdens een softpan. Wel, Rivals kan spelen of niet. Maar een duimpje omhoog Zou trouwens heel erg gewaardeerd worden. En als je een aflevering gemist hebt of wat dan ook. Ik laat de afspeellijst achter in de beschrijving. Of in het i'tje rechtsboven. Kan je wat dingen terugkijken wat betreft tactieken. Of bepaalde spelers hoe we daaraan komen. Of wat dan ook. Uh, ik heb weekend -week snel gespeeld tot rank 5. Ik speel best snel. Want. Omdat ik natuurlijk mijn first owner Zorg gebruik. Dit is nu natuurlijk even mijn swapsteam. team. Uh, ik heb geen Mbappé of al bij random om in de splits te gooien. Dus ik doe het even zo, want dit werkt. Um, ik gebruikte, die, uh, omdat ik geen centerback en restback had, een tweede. Gebruikte ik Inform de Licht. En uh, die Chromo wie JoJo guy, die uh, storyline kaart van Groningen. Kan je vertellen, het was een ervaring. Ik ben gestopt bij 11, want ik, mijn mentale gezondheid kon het niet trekken om dat nog meer te doen. Dus we hebben gewoon drie player picks. Uh, oftewel drie walkouts, hopelijk. <laughs> ik verwacht geen Mbappé's of wat dan ook. Een witsel Cool, maar die ga ik nooit gebruiken. Dus dan ga ik voor de 86. Ik bedoel, het is een coole kaart. Maar het is gewoon een 85 graded non-live kaart. Um, en in dat opzicht heb ik gewoon niet veel aan. Dus dit zijn gewoon drie walkouts. En dat is per definitie niet zo heel welkom. Dit is waarom mensen, semi- terecht, zeggen dat de huidige awards beter zijn dan Wicked League Awards normaal gesproken. Want je weet nu tenminste wat je echt krijgt. Dus we pakken eerst de uh, untradable packs. Het is een untradable ultimate pack voor... Ik geloof scoren in een x-aantal footchamps games. Nou kan je niet echt zeggen dat dat het waard is. Want het is Cancelo. To be fair, dat is een rechtspack weer. Then again, ja. Dat is eigenlijk prima. Dit is eigenlijk heel erg prima. Like, technisch twee... is... Rockbet telt net niet meer mee, geloof ik. Dus twee walkouts en een paar goed aantal borden is helemaal prima. Vooral Cello. Heb ik mijn rechtsback weer terug. Uh, al deze kaarten ga ik niet omwisselen met wat ik al in mijn club heb. Ik zou ze graag verwerken in upgrade packs. Maar die hebben wij nog niet op dit moment. Megapack uiteraard. Uh, ik zou zeker geen nee zeggen tegen zo'n... Stories kaart. WK Stories kaart. Maar wat je net al zag. Zo'n uh, zo witsel. Het is hem net niet. <laughs> ja, niks mis met witsel natuurlijk. Maar... Ik denk dat Belgen zelf ook zoiets van Nou, ik hoef hem niet te hebben, zeg maar. Um, 5 keer 83 plus rare goals. Voor sommige mensen is dit supergoed. Voor mij is het waarschijnlijk net iets minder. Portugees, Dias. Ik bedoel, to be fair, hij is tradable nu. Dus we kunnen hem verkopen. Deze is best goed. Hij haalt ze nog 20k of zo. Ik bedoel, het zal nooit superveel zijn. Um, ik denk dat hij niet verkoopt voor minimum, als ik dit zo zie. Oh ja, hij verkoopt voor mid 20. To be fair, dat is. Naar nou, mijn mening is super goed. Like, vier walkouts hierin. Uh, Diaz kunnen we ook gewoon gebruiken. Dus we kunnen in ieder geval zo meteen een SPC'tje doen. Hebben uh, we in ieder geval de intentie tonen om omheen te doen, laten we het zo zeggen. Uh, tradable 50K, pack. die komt van Wicked League uiteraard, wil ik zeggen. Uh, gewone walkout weer. Eh, uh, Middle uh, Mendy. Niet het einde van de wereld, zeker niet. Maar ook niet de spelen waar je nou echt wakker voor wordt. Ja, uh, de deze mogen echt. Uh, ik had trouwens wel weer een comment gezien dat iemand die juist wel zei dat ik moest wisselen met de versies in mijn club. Maar ook genoeg van jullie hebben gezegd dat ik dat niet hoef te doen. Dus ik laat het gewoon bij. Ik hoef het niet te doen. Ik zit toch al bijna op rank 6 van die zooi. Uh, rank 7 haal je automatisch ook wel, denk ik. Dus we laten het gewoon lekker zo voor wat het is. Uh, die laatste paar guys kunnen we best discarden. Je krijgt niet heel veel. Uh, voor je standaard spelers die je normaal gesproken zegt. Oh, je moet voorzichtig zijn en recyclen. Uh, dus rare electron players plek, Want ik heb de silvers nodig voor mochten we Pio willen doen. Uh, dan kunnen we een van die squads afronden. Dit is... Mexica, City en Guarda. Alvarez? Wie is dat? Ah oh ja, het is inderdaad Alvarez, 80 graded. is <laughs> dus een beetje jammer en helaas, maar ja, goed, weet je, je moet natuurlijk niet te veel klagen. Uh, het enige wat ik wel terecht klaar, enigszins, en dat is puur omdat ik het vergelijk met het materiaal dat ik zie in mijn Discord, is ik, ik wil echt even een, pek look, een, een beetje luck hebben houden. Nou, Kijk, ik heb, voor mijn gevoel heb ik het gewoon nog niet gehad. Dus het is wat het is natuurlijk en het overkomt ons allemaal, maar ik moet gewoon even één soortement superkaart krijgen. Italiaanse Cam kan niet heel dennerend zijn, wil ik zeggen. Uh, Pellegrin, to be fair, drie bordenspelers daarin is meer dan prima. Giroud heeft helaas nu een storyline kaart. Ik zeg helaas, want ik had gehoopt dat hij echt een heel erg zieke kaart zou krijgen voor het breken van het record. Uh, voor topscorer wordt tijden van Frankrijk, maar daar doen ze nooit recordbreakers voor. Dus die Giroud kaart die hij nu heeft gekregen, die is op zich prima, voor wat hij is natuurlijk. Dan nog een, nog een pack, hopelijk goed. Nee, niet helemaal. Um, Neuer? Nee, trap. Is ook een workout technisch gezien, maar niet helemaal mijn soort kaart. En dit vind ik vooral heel jammer. <laughs> ah, ik, ik, ik ga heel eerlijk met je zijn, man. Wat de hel moet ik daarmee? Ik, ik doe wel even die playpicks zonder dat jullie hoeven te kijken. En dan zien we het zo. Z dat heb ik weer gedaan. Nog wel een paar nieuwe eruit. Mocht ik nog iets met spawn moeten doen, dan is zo'n Pau Torres natuurlijk hartstikke handig en welkom. Eh, dan nog een paar packs, maar niet de meest spannende, geloof ik. Althans, de dingen nog van de playoffs kun je natuurlijk altijd meepakken. Um, niet dat ik daar iets in verwacht Maar het is al tradable Dus alles Het is waarschijnlijk gewoon Danovic Gezien de vlag uh, Heb ik gelijk? Nee, het was Lobotka To be fair Dat kan natuurlijk ook Ik bedoel, kijk De schaduw is zoiets Is welkom Maar dat is waarschijnlijk het meest waardevol In deze pack Wat enigszins jammer is Maar tegelijkertijd gewoon eh, Het is wat het is, weet je wel Je kan er gewoon heel weinig aan doen Australië ga ik niet meer nodig hebben Hopelijk Want het ding is nu we hebben, Je kan 52 tokens hebben nu Niet de 3 meegeteld Doordat IA een blunder maakte Je hoort nu 52 tokens te kunnen hebben. Dat, dat is het maximale wat er op dit moment is. Dus dat doet wel geloven. De 52 is inclusief de twee die je kon kopen in de store. Het doet geloven dat we inderdaad nog inderdaad 60 tokens gaan halen. En met 60 tokens kan je fodder en VRA. Wat ronduit gestoord is natuurlijk als je dat allebei kan halen. Dus ik ben heel benieuwd van wat we nog echt gaan krijgen. Want sommige mensen zeggen, ah, oh, we zullen nog SPC's krijgen of zo. Ik zie... Ik weet niet. Ik zie het niet gebeuren. Je heeft wel vaker eens iets in, concept, in concepts getropt. En dat het gewoon uiteindelijk toch net niet komt, ofzo. Shaka bijvoorbeeld. Er was gezegd dat hij ook een. Uh, hoe heet dat nou? Uh, <laughs> zo'n uh, WK Stories kaart zou krijgen. Kaart was ook geleakt en al. Maar hij is ook niet gekomen. Dus ik ben gewoon heel benieuwd van, joh, wat gaan we nou echt krijgen en wat niet. Wat we niet krijgen, is goede spelers. Dat is één ding dat zeker is. Ik bedoel, weer een schaduw is welkom en zo, maar zo'n Scorch 60 p speler. Is hem net niet. Uh, maar dat gezegd te hebben. Er is wel wat nieuws. Uh, niet misschien iets waar iedereen fan van is. We hebben namelijk natuurlijk een nieuwe uh, World Cup icon kaart gekregen. Uh, en je ziet hem daar al staan. Het is Pujol. Nou het nadeel is. Dat ze hebben hem geen Pace Plus gegeven ala Bobby Moore. Bobby Moore kreeg de 80 Plus behandeling. Wat betekent dat het een interessante centerback is nu. Puyol Zo goedkoop als hij is. Is niet super. Dat, dat is een beetje het jammer. Kijk Pujol. Hij heeft geen dribbling. Hij heeft niet echt passing. En hij is klein. Hij is 5'10". Uh, Medium-high is dan weer wel goed. Zijn stemmen zijn top. Zijn vending is top. Alleen zijn pace laat dan net te wensen over. Met de huidige meta. Met allerlei mensen die al alarbeid run hebben. Mbappé hebben. Ginola vullig. De hele gang. 80 plus pace is bijna wel een must. Niet, het is geen definitieve must. Maar. Het helpt wel tegen dat soort kaarten, als je het wel hebt natuurlijk. Dus dat, dat is ongelukkig zullen we het zo zeggen. En voor de rest en dat is het gekste misschien hebben we niet gek veel. We hadden uiteraard sinds de vorige video Ferran Torres als showdown en die kan je nog een dag en zes uur doen wat voor jullie waarschijnlijk. Dus het is een dag tegen de tijd dat deze video ongeveer online komt. Um, en dan is Hakim Ziyech. Maar het ding met Hakim Ziyech is, hij blijft hangen op twee ster Weakfoot. Nou, het is super nice dat de kaart een cam is. Alternate alternate positions zijn gewoon zijn normale dingen dus RM en RW. En ook Ferran Torres, het is niet de meest misselijke kaart. LM en spits, ook dat is heel erg welkom. En hoog normaal is goed, 4-4, 6 voet lang. Kijk, zijn stats zijn prima, maar dat is het. De stats zijn prima, ze zijn niet crimineel goed of zo. Hij, hij blinkt nergens echt in uit. Dat is denk ik de beste manier om deze kaart te omschrijven. Dat maakt hem net, maakt hem net een beetje jammer, weet je wel. Want het ding is, je ziet mij bijvoorbeeld net. Ik heb een paar goede vorderkaarten gekregen. Tot het punt dat je zegt: je kan waarschijnlijk bijvoorbeeld zo'n Torres zou je kunnen halen. Uh, Hakim Ziyech zou kunnen. Uh, ik kan Moriente's nog doen, waarschijnlijk. Ik bedoel, dat zijn drie squads. 40 en 86. Misschien doe ik het nog wel. Ehm. Uh, maar dat is het inderdaad. Je, je, je krijgt niet heel veel opties. En ik wil niet zeggen dat de game dead is, want het is juist verre van. Uh, maar dat is misschien een discussie die we beter een keer op stream kunnen houden. Want een hele video daar aan wijden is niet het ding. Maar het maakt het een beetje ongelukkig. Want kijk, ik kan bijvoorbeeld nu technisch gezien. Ik kan even geen potten doen. Wat niet erg is, you know, het is een softband. Uh, die krijgen we allemaal even. Ik kan bijvoorbeeld ook niet echt wat in de menus doen nu. Ik kan geen upgrade packs grinden om die te openen. Uh, ik kan. Ik, ik zou de World Cup upgrade kunnen doen. Maar waarom zou ik als ik al zoveel 100 kaarten heb? Nou, ik geloof als ik nu kijk, ik denk dat ik bijna die rank 6 zit. Vrij zeker. Oh, nee, sorry, rank 9. Ik weet niet waarom ik 6 dacht. Uh, maar ik zit inderdaad op 9. Ik heb er 612. Dus ik moet er nog 138. Nou, dat haal je op een vrij natuurlijke manier, aangezien je nog 30 dagen daarvoor hebt. Uh, en dat is het een beetje. Dus we sparen die World Cup content. Maar naast het spelen van swaps, ik, ik kan Rivals misschien doen. Alleen het ding is, ik weet niet of ik Rivals kan spelen tijdens mijn softpan. Dus dat is een beetje onhandig. Maar then again, het is EA. Je bent er een beetje aan. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Hopelijk vinden jullie hier wat aan. Uh, ik had gehoopt iets beters te pakken. Maar het geluk is simpelweg nog niet met mij. Ik uh, check jullie later. Joe joe.